Mijn naam is Daniel. Tadaa. Welkom bij Circus Expert. Penguin catches. Penguin catches heten penguin catches omdat wanneer je waggelt als een penguin tegelijkertijd, je er een beetje uitziet als een penguin. Een penguin catch gaat als volgt. Je gooit een bal precies hetzelfde als je normaal gesproken gooit in een cascade. Maar in plaats van je opvangt met je open hand, draai je hand naar binnen toe, helemaal binnenstebuiten. En komt je hand met de palm omhoog aan de andere kant van je pols omhoog. En daar landt de bal in. Dus je draait hand binnen door en dat kan heel snel gaan. Tjak. Met je andere hand. Tjak. Het is het makkelijkste om dit te doen met een gestrekte elleboog. Dan heb je de meeste ruimte. Als ik mijn elleboog buig, dan komt mijn elleboog te hangen boven mijn hand en is er weinig ruimte meer om die bal erin te krijgen. Gestrekt, dan heeft de hand de meeste ruimte. En heb ik ook de meeste tijd om op te vangen. Zoals met elk leertrucje, je begint met één bal. Hup, hup, hup. Misschien twee achter elkaar, rechts, links of de hele tijd één hand. Rechts, rechts, rechts. En uiteindelijk penguin catches met twee handen. De penguin catches worden het mooist wanneer je kunt gooien en vangen tegelijkertijd, waardoor dit een soort synchroon beweging wordt met je handen. En ook vind ik het mooi wanneer je de handen dicht bij je lichaam kan houden. Niet dat je hier zo hoeft te rapen, maar dat je vlak bij je lichaam ballen kunt jongleren. In tegenstelling tot verder weg, waarbij ik met mijn schouders moet gaan graven om de ballen uit de lucht te halen. Dat zijn alle tips die ik heb voor penguin catches. Succes!